qui, qua, hoe, wat. Frans en Engels leren is eigenlijk echt niet moeilijk. Kom maar mee, dan toon ik het jullie. Voor mij te helpen heb ik mijn vrienden Frans en Engels meegenomen. Bonjour! Hallo! Zeg Frans, welk woord gebruiken jullie voor garage? Ah, c'est facile! Een garage! En Engels, welk woord gebruiken jullie voor garage? Now that's easy peasy. A garage. Wow, dat was gemakkelijk. Kunnen we nu ook iets moeilijker maken? Frans, hoe zeg je banaan? Une banaan. Engels, hoe zeggen jullie banaan? That's correct. A banana. Dat was niet moeilijk. Laten we nog een poging doen om het toch nog iets moeilijker te maken. Welk woord gebruiken jullie voor een vraag? Une question. Hey, that's my word. A question. En voor woestijn? Un désert. A desert. Maar, hè? Welk woord gebruik je dan voor dessert? Dessert. Excuse me. A dessert. Zie je wel? Frans en Engels is het helemaal echt niet zo moeilijk. We gaan nog één woordje doen om het af te leren. Frans, welk woord gebruiken jullie voor ananas? C'est simple. Een ananas. Oké, Engels? A pineapple. Oké, af en toe gaat het misschien iets moeilijker gaan. Maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Nu is het aan jullie. Los de regels op die je nu van je leraar krijgt, maar pas op. Vind de Franse woorden, maar los de Engelse zin op. Ik krijg nog een tip. De nieuwste modetrend.